Ik heb een schilderij aan de muur hangen van een oude man die zijn krantje leest voor een open haardvuur en zijn hond slaapt aan zijn voeten. En daarom noem ik het wel tevreden. Jokes Geers, ik ben 75,5. Het was in het begin een beetje vreemd, omdat ik de kinderen niet ken. Ik ben Jasjon en ik ben 10 jaar. Je leert met ouderen schilderen en ik ben verrast dat het zo heel erg leuk zou zijn. Dat wist ik gewoon echt niet. Je verbaast je zich omdat je niet weet hoe goed ze kunnen schilderen. Mijn naam is Diederik Grootjans, ik ben schilder in Nijmegen. Schilderkunst voegt toe aan dit project het feit dat je gezamenlijk iets gaat doen wat je allebei niet kan. Allebei bedoel ik al jong en oud. Je begint op een gelijk niveau. En je probeert gezamenlijk plezier te hebben in het schilderen. We hebben vanmiddag portretten geschilderd van oudere mensen. Ik vind het belangrijk om met oudere mensen te werken, omdat ze veel meer weten en daar kun je dan veel van leren. Het meest bijzondere aan het project is dat de vooroordelen die toch leven bij jongeren en ouderen naar de achtergrond verdwenen. Nooit gedacht dat het met ouderen zo werken leuk zou zijn. Meedoen is heel belangrijk. Je hebt veel te lachen. Durf eens mee te doen.